Maandag werd in Breda de Zero Waste Week afgetrapt. Een week lang staat de stad in het teken van verschillende activiteiten die allemaal te maken hebben met afval. Want stiekem gooien we met z'n allen best veel weg. En dat is niet nodig, vindt onder andere klimaatburgemeester Elisa Pals. We hebben met z'n allen een behoorlijk afvalprobleem. Dat is niet alleen in Breda, maar dat is in heel Nederland. We produceren zo'n 500 kilo afval per inwoner per jaar en dat is hartstikke veel. Terwijl we eigenlijk een circulaire economie willen waarin afval niet meer bestaat. En dat gaan we niet alleen redden met meer recyclen. Want recycling is ook niet zo optimaal als je eigenlijk zou denken. Dus wat we veel beter kunnen doen is voorkomen dat het afval ontstaat. En het voorkomen van afval kun je bijvoorbeeld doen door spullen die je hebt langer mee te laten gaan. Bijvoorbeeld door iets te repareren. Of in het geval van je favoriete sneakers, door ze goed schoon te maken zodat ze weer als nieuw lijken. En laat dat nou precies het onderwerp zijn van een workshop die maandag in de Nieuwe Vesten werd gegeven. Ik heb ook meegedaan. Kijk, ik heb ze weer blikkend wit en het helpt echt. In Nederland willen we circulair worden, zoals dat heet, in 2050. Dat klinkt nog heel ver weg. Het idee is dat we dan eigenlijk geen afval meer hebben, dat we alles hergebruiken. Alles waar we klaar mee zijn, weer hergebruiken wordt en nieuwe grondstof is. Best wel een abstract idee wat dat dan is en wat je daar zelf aan kan doen. Eigenlijk op ieder onderdeeltje uit de dagelijkse praktijk, al haalt om een stel simpele schoenen, kun je gewoon zelf ook initiatief pakken om aan circulair te werken. Ook de rest van de week vinden nog verschillende activiteiten plaats rondom afval. Een overzicht daarvan vind je op zerowasteweek.nl.